Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. VS beschouwt Suriname als belangrijke partner voor veiligheid regio. Diplomatenlezing leidt tot professionalisering, diplomatiek kader. En voortgang, actieplan en strategische besluiten besproken tijdens RRV. De Verenigde Staten van Amerika beschouwen Suriname als een belangrijke partner in het tot stand brengen en handhaven van vrede en veiligheid op het westelijke halfrond. De VS is volgens Daniel Erickson, de Deputy Assistant van het Amerikaanse ministerie van Defensie, bereid het land verder te ondersteunen op militair en humanitair gebied. Om de defensiesamenwerking te bespreken, heeft Erickson op woensdag 10 januari een kort bezoek gebracht aan Suriname. De functionaris zat samen met de ministers Krishna Kumari Mathura en Albert Ramdien aan bij een persconferentie. Van harte goedemiddag iedereen. En we hebben een heel speciale gast in ons midden. En het is meneer Erickson die Suriname bezoekt. Onze collega heeft al uitgelegd. Dat heeft te maken met de samenwerking die we hebben met Amerika. De versterking van die samenwerking, de verdieping van die samenwerking. De ondersteuning die we krijgen en de uitdaging die we hebben als landen om bij te dragen aan vrede, veiligheid en stabiliteit. Niet alleen in Suriname, maar in de regio. Ons defensiebeleid is daarop gebaseerd. Ook de democratische principes en de integriteit die we hebben, niet alleen als goed bestuur, als ministeries, maar ook bij te dragen dus aan de versterking van onze capaciteit. Dat zijn onderwerpen die aan de orde zijn gekomen vanmorgen. We hadden een bilateraal gesprek vanmorgen, dus echt een bespreking met de legerleiding, de directie van het ministerie van Defensie samen met de delegatie. Maar ook later is er een meeting geweest met de president en er is een bilateraal gesprek ook geweest met de minister van Buitenlandse Zaken. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen, de samenwerking die we al hebben. En die samenwerking is gebaseerd op twee aspecten. Eén is de Defensie State Partnership programma die we hebben met South Dakota, die we gaan continueren, waarin onderdeel is humanitaire projecten zoals medische projecten, renovatie van scholen, maar ook versterking van onze capaciteit, de skills, de stages die we krijgen, de bezoeken, de hoge bezoeken wederzijds, zowel aan South Dakota en als aan Suriname. En eigenlijk is dit bezoek ook een beetje voortgevloeid, omdat vorig jaar wij waren bij het jubileum van het State Partnership programma en toen heb ik een bezoek gebracht aan het Pentagon en daar heb ik een uitgebreid gesprek gehad. Ik heb hem daarbij uitgenodigd om naar Suriname te komen en heeft hieraan gevolg gegeven. Dus één is het State Partnership programma. Dit jaar staat er weer ons project Grammati op schema. We hebben nu een delegatie van South Dakota hier om de planning te doen, dus 2 dagen conferentie hier. En we gaan ook door met de renovatie van scholen en andere projecten. Daarnaast hebben we ook gesprekken gevoerd over hoe gaan we om met de effecten van klimaatverandering. De rampen die er zijn en hoe kan Amerika ons daarin ondersteunen. En verder hebben we gesproken over hoe kan het leger ondersteund worden en versterkt worden in verschillende aspecten in het gereed maken in de paraatheid van het leger, waarbij dus niet alleen leiderschap en de competenties van militairen een rol speelt, maar ook de logistieke faciliteiten die we nodig hebben om daadwerkelijk paraat te zijn. Verder hebben we gesproken van hoe kunnen we als leger ondersteunen. De ondersteuning aan de verschillende overheidsdiensten, het Korps Politie Suriname, maar ook bijvoorbeeld de kustwacht en andere diensten die er zijn om vrede, veiligheid hier te garanderen. Dus dat zijn allemaal issues die aan de orde zijn gekomen. Bestrijden van criminaliteit en zeker grensoverschrijdende criminaliteit. Hoe kan het leger daarin een belangrijke rol spelen? Dat zijn allemaal issues die aan de orde zijn gekomen. Ook de ondertekening van de CSII, agreement die we hebben getekend om eigenlijk informatie te delen. Want
georganiseerde criminaliteit heeft deels te maken met Suriname, maar een deel ook met andere landen, want het wordt breed. Het vindt plaats eigenlijk over het territorium van meerdere landen. Dus wil je het goed aanpakken, dan moet je inzicht hebben en je moet informatie vooral blijven delen. Dus daarvoor is het. Dus dat zijn de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. Laat me dit zeggen, dat we bijzonder blij zijn met de komst. We are very happy with the visit of Mr. Eriksson to Suriname. And it is a great opportunity to discuss the topics that I have mentioned. And we value, we appreciate this visit to Suriname. And this is also a great opportunity to say thank you for all the support that we're getting from the United States. Yeah, that's. Dank u wel, collega. Voordat we het woord geven aan de heer Eriksson, wil ik u toch wel in alle transparantie ook meegeven dat de samenwerking tussen de Verenigde Staten en Suriname periodiek wordt geëvalueerd. En de volgende, normaliter doen we het hier in Suriname, we hebben dat 2-3 jaar nu gedaan, het zogenaamde politiek bilateraal overleg. En dit jaar gaat het plaatsvinden in Washington DC, eind van de maand, waarbij een aantal ministers samen met de officials van de US State Department aan tafel gaan zitten om alle aspecten van de relatie te evalueren. En op basis daarvan dus nieuwe lijnen uit te zetten naar versterking van die samenwerking. Wil u dat u meegeven? Want eind van de maand zal die delegatie dus richting Washington afreizen. We'll offer now the floor to Mr. Eriksson, just to let you know that both Minister Matura and I provided an overview of the collaboration between the two countries. I also mentioned that by the end of the month we'll have our political dialogue between Suriname and the United States to evaluate, to assess the relationship as it exists in many areas. And for that purpose, a delegation, a ministerial delegation, will be visiting Washington, D.C. Over to you now, and we look forward to your statements. That's it. Yes. Minister Ramdean, Minister Matura, thank you so much for having me here today and for the opportunity to have this press conference with you. I want to especially thank Minister Matura for the invitation to visit Suriname. I was honored to be able to host you at the Pentagon in Washington, D.C. last July. And at that time, we spoke of my visit, and I'm glad we were able to make it happen so quickly. And this is indeed my first foreign trip of 2024, and so very excited to be here. And it's my first time in your beautiful country, and I do hope to be back. I also want to thank the invaluable support of Ambassador Fauché and the entire team at U.S. Embassy Suriname for helping to put this visit together and for everything you do day in and day out to advance the U.S.-Suriname relationship. The bilateral conversations that I've had today have been invaluable, and it's been a really exciting opportunity to discuss U.S.-Suriname security cooperation and what we're doing to continue to advance that relationship based on what is already a very strong foundation. The relationship between the United States and Suriname rests on a bedrock of shared values that include support for democratic institutions, and building mutual trust and advancing interests under the rule of law. The United States government values the very high level of cooperation that we have had with Suriname for many years, and I believe that this year, 2024, will be an even more important year to move these initiatives forward. We see Suriname as a critical regional security partner and know that through working together, we can triumph over the many regional security challenges and threats that we see today. These are challenges that in many cases are transnational or transboundary in nature. Including the threat posed by illicit networks, drug trafficking, transnational criminal organizations,
And indeed, even new risks and threats that are posed by climate and necessitate the need for greater investment and humanitarian assistance, disaster response, and climate resilience. As we know, modern threats are complex, multifaceted, and multinational in nature, and they do not respect national borders. For that reason, it's extremely important that all of us work together to advance and overcome the challenges and security threats that we do face. I know that working together, the United States and Suriname are two very trusted partners where we can really make a hemisphere that is safer for all of our citizens. In one example I would like to cite, the government of the United States applauds Suriname's recent agreement to enter the Regional Information Sharing Program, known as the Cooperative Situational Information Integration System, or CSII system. And we're also very pleased that Suriname is working to adopt the Aerial Intercept Assistance Agreement, which will help to broaden your participation in this program. Through working in these regional information sharing networks, Suriname will be able to have a better common operating picture with its allies and allow us to collectively respond to malign activities through a shared understanding of the air and sea traffic in the region. In addition, the United States and Suriname have an extremely strong relationship that has been gathering in importance over the past few years. And in the coming period, there will be future opportunities for advancement, such as the very important meeting that will take place in a few weeks' time that Minister Ramdeen has mentioned. The United States believes in Suriname. We are very invested in the success of Suriname, and I know that the U.S.-Suriname defense relationship can be a core component of that success. And so again, thank you very much for your hospitality. It's really an honor to be here with you. Het Suriname Diplomateninstituut, SDI, is in maart 2023 gestart met een lezingencyclus waarbij een Suriname geaccrediteerde diplomaten ingaan op het buitenlands beleid van hun land. Minister Albert Ramdeen zegt dat de lezingen bijdragen aan professionalisering van het diplomatieke kader. Het upgraden van het buitenlands apparaat ten dienste van het land moet volgens de bewindsman niet onderschat worden. We hebben goede opkomst bij alle lezingen die zijn gehouden door de verschillende ambassadeurs. Het zijn ondertussen, denk ik, dit is de zevende geweest. We hebben 17 ambassadeurs hier, we hebben nog een paar te gaan. Maar het is enorm inzichtelijk. Het is ook een stukje professionalisering van ons diplomatiek kader. Dit zijn personen vanuit de Nationale Assemblée, vanuit de regering, vanuit departementen, niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ook uit het bedrijfsleven. Grote bedrijven die geïnteresseerd zijn om te weten hoe een land denkt en opereert internationaal. Dus ik ben daar zeer tevreden over. We gaan het voortzetten uiteraard. Het Diplomateninstituut moet worden een instituut dat met respect een aantal zaken onderneemt. We gaan beginnen met een junior diplomatenopleiding zeer binnenkort. De advertenties zijn eruit. We willen voortzetten een seniorenopleiding, dat is een kleiner verband. Deels in samenwerking met buitenlandse diplomatieke instellingen. Dus professionalisering van ons buitenlands apparaat ten dienste van het land is enorm belangrijk. We moeten dat niet onderschatten. Dit is niet een ministerie waar je politiek moet bedrijven, en dat bedoel ik partijpolitiek. Het is een ministerie waar je het land uitdraagt in de eerste plaats. Dat is je eerste opdracht. Ik zeg dat aan elke diplomaat. U gaat naar het buitenland en u werkt van hieruit, maar je dient het land Suriname. Dat is je eerste verantwoordelijkheid. Politieke affiniteit mag, maar het mag niet doorwerken in je werk. We hebben als land een zekere positionering, we hebben mogelijkheden, we hebben relaties. Die relaties moeten niet
verziekt worden door partijpolitieke instellingen. Ik weet dat dat een beetje moeilijk ligt in de Surinaamse politiek, maar het is een stukje volwassenheid die we wel moeten opbrengen wanneer het gaat om de buitenlandse politiek, het buitenlands beleid, het buitenlands apparaat. Is er maar één partij dat geldt en dat is Land en Volk Suriname. Op de regeringsvergadering van 10 januari 2024 werden cruciale presentaties gegeven door diverse groepen aan de regering. Het coördinatiebureau belast met de uitvoering van het actieplan voor de tweede helft van de regeertermijn bracht verslag uit over de voortgang. De kwartaalpresentatie omvatte gedetailleerde toelichtingen en bijlagen met betrekking tot verschillende projecten die aan ministers werden voorgelegd. President Chandrika Prasad Santokhi benadrukte de noodzaak van effectieve afstemming tussen alle ministeries en het coördinatiebureau met duidelijke doelen en tijdlijnen. De aandacht werd gevestigd op het transparant maken van beschikbare financiën voor ministers en het versterken van expertise bij het opstellen van projectdossiers. Het belang van prioritaire aandachtsgebieden werd benadrukt voor de komende maanden. Besloten is om op 24 januari 2024 een definitieve matrix van het actieplan voor de tweede helft te presenteren met betrekking tot de uitvoering van projecten in het eerste kwartaal. Naast het coördinatiebureau is er een monitoringteam met vertegenwoordigers uit de samenleving dat tijdens de pre-nationale dialoog gesprekken heeft gevoerd om input te verzamelen. Dit team fungeert als doorgeefluik en controleert de uitvoering van het actieplan op maatschappelijk, religieus en financieel-economisch gebied. Een kernpunt was het vergroten van betrokkenheid en mede-eigendom, het voorkomen van spanningen en het faciliteren van communicatie tussen ministers en het monitoringteam. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht. Goedenavond.